Goedemiddag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Wat we vanaf de grond al hadden gezien, zien we ook op de satellietfoto. Het is één grijze wolkenmassa rondom en boven Nederland. Maar die wolken gaan later vanavond en vannacht wel geleidelijk oplossen, vanuit het oosten. Dat betekent dat we vanavond dus een paar opklaringen krijgen en er is een kleine kans op nevel en mist. Temperaturen vanavond nog 8 tot 10 graden, in de loop van de nacht dalen ze naar 5 graden in het oosten, 7 graden langs de westkust. Opnieuw kans op mist in de nachtelijke uren, en dan kunnen we ook morgenochtend nog even last van hebben. Is er geen mist, dan hebben we een afwisseling van veel zonneschijn en een paar wolkenvelden. Die wolken lossen in de loop van de dag ook nog eens op, zodat de zon de overhand heeft. Het is een droge dag en het wordt 11 tot 14 graden. Woensdag ook opnieuw veel zonneschijn met in de vroege ochtend kans op mist. 12 tot 15 graden wordt het en dat geldt ook voor de donderdag. Ook dat is een schitterende najaarsdag. En de vrijdag is ook niet veel spannender. Ook dan volop zonneschijn bij 11 tot 15 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.